Goedemorgen allemaal. En welkom maar weer bij een nieuwe vlog. En welkom in mijn huisje. Dit is mijn huisje. En ik kwam dus tot een verrassende ontdekking. Ik denk dat de meeste ontdekkingen verrassend zijn, maar nou ja. Ik kwam er dus achter. Mijn hele huisje is geïsoleerd door Ico. Dus, op dat hoogtepunt, welkom bij vlog nummer 4. In ieder geval, de komende week hebben wij een rustige week. Dus ik zat nog even te kijken in het schema wat leuk is om te vloggen. Maar ik denk dat het sprinttraining is deze week. Hey, je bent er weer. Ja, ik ben er weer. En we zijn op? We zijn op de Tjalf. Tjalf. Het thema van deze vlog is het starten. En aangezien wij al een aantal weken aan het schaatsen zijn, staat vandaag een behoorlijke starttraining op het programma. Wat wij eerst gaan doen, dat is wel heel belangrijk, is nou een bakje koffie halen. Deze jongen heeft een behoorlijke jetlag. Ja. Dus vandaag om 4 uur was ik wakker. En nog steeds. Goedemorgen! 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 Hey! Hebben jullie dat ook weer meegemaakt? Oh nee, we kunnen nog geen koffie krijgen, of wel? Dit is een bakje koffie te krijgen, hè? Nou, diva achter. Moet u nou op onze vlog vertellen dat we geen koffie kunnen krijgen? Ja! Maar waar haal jij je koffie dan? Ja, ik ben personeel, dus ik heb uitzonderingspositie. Dat snap je zeker zo. Hallo. Kom op. Erwin. Kan wel beter. Oeh, lekker. We mogen dus een kopje. Wat wil jij? Een koffie. Je kan het wel echt goed, Erwin. Koffie maar. Wie moet een koffie? Koffie? Cappuccino. Vandaag hebben we een stadtraining op programma staan. Dus snelheid en met name dan het trainen van het eerste deel van de wedstrijd. Nou, we staan weer op het ijs. Ja. En de jongens gaan zo voor de start een 50-corner-50 en een glijstart doen. Maar ja. Wat is dat? Nou ja, dat zijn eigenlijk vormen waarin je op een gematigde snelheid aankomt. En vanuit daaruit ga je dan een glijstart maken. Dus dan heb je al een beetje snelheid, dus niet vanuit een staande positie. Na de 30-40-30? Dan gaan ze zichzelf voorbereiden, dus dan kunnen ze zelf nog oefeningen doen om uiteindelijk een 100 meter staande start te rijden. Ik moet zeggen, we hebben nog niet zo heel veel gestart, dus dat is nog een beetje wennen hier en daar. Maar dus ze zullen nog niet de hele snelle tijden gereden worden. Ja, er loopt een klok mee en dus dan staan ze aan de start in de finish. Spannend! Dus dan, dan gaat er toch altijd wel weer wat aan bij deze man. Acceleraties gedaan. En je wordt er niet echt moe van, maar je coördinatie loopt van achteruit. Ja, ik kan ook een vlak doen, middagtukje. Ja, wie was snelste? Ja, wie was ik denk. Nick, toch? Ja, ik vandaag wel. Nicky! Nick was snel. En wie moet koffie betalen? Marco. Ja. Want wat is altijd de regel? In principe is de langzaamste. Moet koffie betalen. We gaan geen koffie doen. Om twee redenen. Omdat we hier in Tjalf geen koffie kunnen krijgen. En Erwin de bed niet. En ik mijn bed moet omdat ik maar 4 uur heb geslapen. Ja, en Mark in de school. En Mark in de school. We gingen wel koffie met doen. Ik heb met 3 oranje. Martin. Zieke Martin. Hey, broertje. Nou. Wat een mooi starttraining. Ja, jongens, laten we met z'n allen de vlog afsluiten. Jongens. Ja. Jongens. Doe even leuk. Doe een duimpje omhoog. Wacht, ik ga even hier staan. Er zit Nick er ook op. Oké, nog een keer, actie. Bedankt voor het kijken.
Vergeet niet te liken. En te abonneren. En deel het met je vrienden. Tot de volgende keer.